Ja, vanaf deze week vraagt de politie in Oost-Brabant op een unieke manier aandacht voor een cold case. Ze werd voor het laatst in leven gezien op de kermis in haar woonplaats Budel. Deze 32-jarige Wies Hensen. Een dag later, op 30 augustus 1989, vond een voorbijganger haar lichaam. Naakt, in een greppel in Dommelen. Hemelsbreed zo'n 15 kilometer van het kermisterrein. Ze werd daar op een mensonterende manier achtergelaten. Wies bleek door verstikking om het leven te zijn gekomen. Omdat de dader of daders nooit zijn gevonden, heeft de politie besloten om iets te doen dat nooit eerder in Nederland is gedaan om tips van het publiek te krijgen bij een cold case. De plaats delict, de plek waar haar lichaam lag, is samen met alle sporen zorgvuldig nagebootst en met 360 graden fotoapparatuur in beeld gebracht. En komend weekend begint, net als 32 jaar geleden, de kermis in Budel. En die kermis speelt een belangrijke rol, want daar is Wies Hensen in 1989 dus voor het laatst gezien. Nou, vanaf zaterdag staat de politie met het mobiele medialab bij dat kermisterrein. En daar kun je met een virtual reality bril die nagebootste plaats delict bekijken. En volgende week hier in de uitzending ook uitgebreid aandacht natuurlijk voor de dood van Wies Hensen. Met alle sporen en aanknopingspunten voor u, voor wie nu al meer wil weten, is er een nieuwe politiepodcast ook gemaakt over de zaak. Die kunt u vanaf nu al beluisteren via onze site of het speciale kanaal Politiepodcast Cold Case. En belangrijk, de beloning voor de gouden tip is verdubbeld naar 30.000 euro. Weet u wie Wies om het leven bracht en waarom? Dan kunt u het natuurlijk ook nu al laten weten. Voor deze zaak is een eigen speciaal telefoonnummer in het leven geroepen. 040-205-64-66. En meer informatie vindt u ook op de site politie.nl/Wies Hensen.